Maar je moet nooit zeg maar leven volgens het realisme dat je bang bent om dingen kwijt te raken. Want dat heeft geen zin. Kees Zethoff, afgelopen weekend verloren jullie van Jodan Boys. Ben je er intussen al achter waar het aan lag? Nou, kijk, je gaat je pas zorgen maken op het moment dat je geen kansen creëert. En nu ik zeg niet dat we overliepen van de kansen. Maar de kansen die we kregen, ja, dat deden we niet goed. Maar we kregen kansen. Dus doe je dat niet, dan heb je een probleem. Maar kijk, wij ervaren dit niet zeg maar, als een probleem. Nee. Nou, eigenlijk, als jullie verliezen dit seizoen, dan creëren jullie wel kansen, maar hebben jullie pech. Klopt dat? Nou, ik weet niet of het een pech zeg maar, de juiste omschrijving is, maar dan gaat hij er niet in. Kijk, aan de andere kant, kijk als voorbeeld tegen Rijnvogels, dan heb je de eerste twee ballen die je raakt, die gaan erin. En als je ziet de wijze waarop ze erin gaan, betekent dat ook heel veel geluk voor ons en heel veel pech voor Rijnvogels, als je in die begrippen wil praten. Maar nu hadden we zelfs betere kansen, maar we kregen de bal er niet in. Keeper doet het goed en waar ligt het dan? Niet te lang in blijven hangen, maar vooral vooruitkijken. Thomas Renaars, toen jij afgelopen zomer binnenkwam bij Noordwijk, had je toen gedacht dat het zo goed zou gaan hier? Dat het zo goed zou gaan? Nou ja, eigenlijk ook alweer wel. Ja. Maar de resultaten zijn goed en we staan er goed voor in de competitie. Dus van tevoren is dat ook waar je op hoopt. En daar gaan we natuurlijk wel altijd van uit. En zo zit ik zelf ook in elkaar. Om altijd van tevoren daar wel van uit te gaan dat het zo goed gaat. Maar goed, je speelt ook bijna alles. Dat klopt. Ook daar had ik wel van tevoren op gerekend. Is geen arrogantie, maar noem het gezond zelfvertrouwen. Dat gaat ook goed. Al denk ik wel dat het zowel met mezelf als met Noordwijk altijd nog wel een paar stappen beter kan. Ja, en jullie hebben de concurrent op aardige afstand. Dus dat helpt ook lekker mee natuurlijk. Jawel, maar kijk, op het gedrag van de concurrent hebben wij geen invloed, alleen maar op datgene wat we zelf laten zien. En van begin af aan dat we met elkaar omgaan, zeg maar, dit jaar hebben we gesteld 1 april, dat is een uitgangsdatum. En nakomende zaterdag wordt het 1 april. Ja, en dan gaan we kijken hoe we ervoor staan. En dan pas een voorzichtige eerste conclusie trekken met betrekking tot wat is er mogelijk dit jaar. Maar je moet nooit zeg maar leven volgens het realisme dat je bang bent om dingen kwijt te raken. Want dat heeft geen zin. Want dan wordt de angst om te verliezen veel groter dan de wil om te winnen. Je moet altijd willen winnen. Klaar. Maar goed, als je het hele jaar bovenaan staat, dan heb je toch nog maar 1 doelstelling. Ook na 1 april. Wat ik al zei, 1 april gaan we zeg maar een bepaald realisme gaan we neerleggen. En voor die tijd heeft het geen zin om erover te praten. Nee, dat doen we dus bij deze ook niet. Tuurlijk, ik denk niet dat we daar geheim van hoeven te maken dat we kampioen willen worden. Alleen, ik snap het wel, dat het heeft niet zoveel zin om het daar de hele tijd over te hebben. En ik denk ook dat dat de kunst ook voor ons moet zijn. Om gewoon heel erg elke wedstrijd weer beter te willen worden. Of we nou winnen of verliezen. En weer elke keer doorgaan. En de trainer heeft gezegd, vanaf 1 april kunnen we echt een goede uitspraak daarover doen. Nou ja, dat is prima. Tuurlijk, iedereen durft te zeggen dat we kampioen willen worden. Dat is ook geen geheim. Maar ik ben het helemaal mee eens dat we daar niet de hele tijd over hoeven te hebben. Ja, en aankomende zaterdag dan weer hier thuis tegen Argon. Wat weet je nog van de wedstrijd bij Argon zelf? Nou, dat wij heel, heel goed wegkwamen. Kijk, en dan praat je over pech en geluk. Kijk, in die wedstrijd, zeg maar, kopte een cheert, zeg maar, een balletje vanaf de zijkant, vanuit een vrije trap. Kopte die raak. Ja, maar we halen ook een bal van de lijn af, hè. Omdat Argon gewoon de tweede helft, met veel voetbal van achteruit en wij nog niet de juiste keuzes maakten, gewoon heel gevaarlijk bij ons voor de goal werd. En het laatste gedeelte van de wedstrijd konden we het verschil maken. Maar we moesten echt wel ons best doen om overeind te blijven. Dus het wordt geen makkie, ondanks de stand op de ranglijst, hè. Bij Argon zelf, dat we de eerste helft speelden we goed. Dan creëerden we ook veel kansen. Toen kwamen we ook voor. Maar de tweede helft weet ik nog wel dat het vrij moeilijk werd. Omdat zij toch, het werd uiteindelijk een 3-1 overwinning. Het lijkt redelijk makkelijk. Maar in de tweede helft hadden zij echt wel een moment dat zij onder onze druk vandaan konden spelen. En dat wij het gewoon heel moeilijk hadden. Dat was in die periode even een moeilijke wedstrijd. Daarna hebben we hem goed hersteld en wonnen we hem uiteindelijk. Maar dat leek makkelijker dan het was. Ja, Argon staat laag. Vind je dat zij te laag staan? Dat weet ik niet. Ik denk dat zij gewoon terecht staan waar ze staan. En dat wij ook terecht staan waar we staan. Maar dat geeft geen enkele garantie. En we moeten gewoon weer onze wil opleggen aan Argon zaterdag. En als we dat kunnen doen, dan gaat het goed komen.
Nou, ik heb nog geen ploeg kunnen aanwijzen. Kijk, wij hier thuis hadden we het lastig tegen een Rijshoort en uit. Heb je het geluk dat je erover hebt, dat alles mee zit. Ja, en dan loop je eroverheen. Voor de rest heb ik nou niet een wedstrijd, zeg maar, waarvan ik zeg, nou, dat vond ik nou zo een makkie. Er zijn altijd fases van de wedstrijd dat we het wel lieten zien. Maar ook gedeeltes dat je gewoon niet thuis geeft. En kijk, dan uiteindelijk is de balans tot op heden geweest dat we vaak genoeg hebben gewonnen. Maar dat wil niet zeggen dat we altijd beter zijn geweest. Wat verwacht je dan van aankomende zaterdag? Kijk, 2 weken terug wint een Argon. Geheel terecht, zeg maar, ruim van Jodenbosch. En wij verliezen vorige week van Jodenbosch. Dus ja, wat verwacht je zaterdag? Argon zit in de situatie. En dat is het mooie aan deze fase van de competitie. Dat de uitslagen zijn niet te voorspellen. Dus Argon zit in een positie dat ze echt moeten. Je weet er zeker van, ja, dat er een bepaalde vorm van getergdheid, zeg maar, op het veld gaat plaatsvinden. En dat zag je vorige week ook bij Jodenbosch. Ondanks het feit dat er een bepaalde onderlinge, zeg maar, positieve strijd is tussen beide verenigingen, Jodenbosch en Noordwijk, zag je ook dat zij de week daaraan voorafgaand van Argon hadden verloren. En dat stapel je dan weer op. En dan kom je gewoon veel beter voor de dag. En ik ga ervan uit dat wij de wedstrijd van vorige week ook aangrijpen om het komende zaterdag beter te doen. Nou, ik ben ook wel heel benieuwd hoe wij als team reageren. We hebben natuurlijk verloren. Ik denk niet dat iedereen daar heel erg van slag van is. Maar het is toch wel afwachten hoe we op zo'n nederlaag gaan reageren. En hoeveel karakter we in de ploeg hebben. Ik weet eigenlijk wel zeker dat we daar genoeg van hebben in dit team. Om weer op de juiste manier te reageren. En nou, daar ben ik in die zin ook wel weer benieuwd naar aangekomen de zaterdag. Dus heel leuk om zaterdag weer te spelen.